Hallo, welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Leroy en ik ga de open maandtraining doen voor sterrenbeeld Maagd. Herken jij je aan nou in? Dan is het helemaal prima. Herken jij je aan nou niet in? Dan is het ook geen probleem. Vandaar dat het ook de open maandreading is. Deze reading loopt ongeveer vanaf nu tot ongeveer 1 oktober of 1 november, sorry. En rondom 1 november komen weer de nieuwe maandtrainingen online te staan. Dus we gaan kijken voor jouw leeuw. Dus we gaan kijken voor jouw maagd van hoe gaat het met jou in deze tijd. Voel jij je goed of juist helemaal niet? Voel jij je in balans? Ben je verbonden met jouw aardemaag? Of zit je misschien met je hoofd, je gedachten, je gevoelens in de wolken? We gaan het zien. Dus de open maandreading voor het sterrenbeeld Maagd. Ik ben bepaalde keuzes aan het maken. En je staat soms wat uit balans in je voelen en je denken. Probeer het weer terug in balans te krijgen. En laat het dan ook heel duidelijk los. En hak uiteindelijk bepaalde knopen door. En ga dan verder waar je mee bezig bent. Maagd. Erg belangrijk om dat voor de komende periode meer te gaan doen. Ga niet meer, deze valt ook op zijn kop, ga niet meer te veel in strijd met anderen. Dat heb je niet meer nodig. Waarschijnlijk ben je wat uitgetest of wat geprovoceerd of wat dan ook. Ga niet meer in strijd, dat heb je niet meer nodig, maar. Dan behaal jij je overwinningen. Voor jezelf, Maagd. Daar zit de tijd voor. Graaf misschien maar momenten even wat dieper in jouw gevoelens. En dan kan je alles aan. Dat zijn de vrij sterk en zware 3. Wat je loslaat, komt vaak een positiviteit in 3-voud bij jou terug, Maagd. Onthoud dat. Duivelskaart op zijn kop. Laat deze mensen los waar je niks mee kan. Laat situaties los waar je niks mee kan. Ga niet meer terug in het negatieve. Je hebt genoeg gehad. Maak keuzes. Ga die deur door en sluit hem. Dit staat ook voor een nieuw begin. Nieuwe creaties, nieuwe fundamenten. Misschien goed om te verbinden met vuurtekens, ram, leeuw, boogschutter. Deze kunnen jou misschien juist wat extra over een grens heen halen. Of kun je misschien nieuwe inzichten brengen. Of je verder helpen, algemeen. Luchttekens misschien ook juist goed, omdat je veel zwaarden hebt om je daar ook mee te verbinden. Tweeling, weegschaal, waterman. Maar je wordt ook gelijk aangegeven, ga ook niet aan alles gelijk te snel. Want dan kan je gevoelsspeeltje intuïtie weer op de kop geraken. Dat moet je niet gaan doen. Blijf goed verbonden. Met jezelf. Met je gevoel. Maagd. Ga niet zomaar alles weglachen. Dat is niet de bedoeling. Want weer valt de koningin van de kelken op zijn kop, de gevoelswereld. Dan moet je even dieper ingaan voor jezelf, Maagd. Even wat meer mee gaan werken voor de komende periode. Gebruik je inzichten, meditaties, spiritualiteit, mindfulness, yoga, wat dan ook, gebruik het. Misschien wil je een uitbreiding maken in jouw gezin. Misschien heb je wel nog een kinderwens. Of misschien ben je juist heel erg beschamend naar jouw gezin en kinderen.
is de keizerin, ze staat er vrij sterk in. Het kan ook zijn dat je misschien nog juist wat bewuster moet gaan werken met je innerlijke kind om emoties uit een verder verleden op te ruimen of toe te laten. En je spontaniteit en jezelf nooit te gaan verliezen. Misschien ben je hem even kwijtgeraakt. Financieel, materieel ligt er een hele goede opbouw in. Je bent nog steeds zekerder daarin geworden. Dus je eigen sterrenbeeld, de maagd. Je bent een aardeteken. Blijf goed verbonden met de aarde. En ga leren, want deze valt op zijn kop, situaties op een moment juist goed van bovenaf te gaan bekijken. Ga niet in een situatie te veel vastlopen. Heb je niet meer nodig. Dan ga je gevoelens verjongen. Dat is belangrijk, maagd. Maak veranderingen. Gooi die ballast van je af. Die heb je niet meer nodig. Laat het los. Als je dat doet, ligt de wereldkaart open en is alles voor jou mogelijk. En kan je goed verbonden zijn met aarde, water, lucht, vuur, met alle sterrenbeeldtekens. Dan is alles mogelijk. Niet meer openstaan voor mensen die klagen, die het zelf misschien niet te veel hebben of niet aan stukken willen werken, niet meer gaan doen. Daar ben je overeen en je mag nieuwe stappen gaan nemen voor jezelf, maagd. Want je hebt de magier, de manifestatiekaart, alles is mogelijk. Onthoud dat voor jezelf de komende periode, maagd. Erg belangrijk om daar meer vertrouwen in te gaan hebben en het ook te doen. En dan ben je zeker in alles, staven weer. En dan ben je totaal in balans. Mooi om te zien, maagd. Ga daarmee verder. Dan gaan we kijken voor de maagd die single is. Sta je open voor de liefde in je leven? Ben je verbinden? Of juist helemaal niet? Ben je misschien verbonden aan nog aan een oude relatie? Of heb je misschien naar een relatie afgesloten? Misschien ben je wel hartstikke in love. De single maagd, wat gaat er komen voor jou in deze periode? Wat ik al zei, niet meer openstaan voor mensen die te veel bij je wegnemen. Heb je geen behoefte meer en laat deze los. Je gaat wel steeds meer voor willen gaan ondernemen voor de liefde. Je gaat wel steeds nieuwe verbindingen willen maken. Wel heel duidelijk grensbepalend. Je hebt ook de kracht ervoor. Vertrouw er meer op. Je hebt de kracht ervoor. Het kan zijn dat je misschien wilt gaan verbinden met vuurtekens. Ram, leeuw, boogschutter. Of met luchttekens. Tweeling, waterman, weegschaal. Je hebt de zon, dus alles is mogelijk. Het draait zich steeds meer positief voor jou. Houd het jezelf vast, maar vertrouw erop. Ga niet te veel afsluiten. Laat het los. Stel je open voor die liefde. Je bent pijn gedaan, dat zie ik hier heel duidelijk. Maar je mag het achter je laten. Het ligt al achter je. Probeer zo te denken. Je hebt vrijwel vastgezeten. Nu is de balans en mag het gaan stromen. Je eigen aardeteken, vertrouw erop. Nu mag het gaan stromen. Nu mag het gaan binnenkomen in jouw leven. Waar je zo hard voor hebt gewerkt. Wat je hebt moeten meemaken. Wat je hebt moeten doormaken. Dit heb je verdiend, maagd. Ga ervoor.
En dan ga je blij zijn en dan ga je gelukkig zijn en dan gaan nieuwe, mooie, nieuwe dingen, situaties, emoties, personen, wat dan ook op jouw weg komen mag. En dan neem jij je podium. En dan ben je ook niet meer tegen te houden. Ridder van de Staven, kom goed, maagd. Ga dit doen. Maagd in een relatie. Daar gaan we voor kijken. Ben je gelukkig in je relatie? Voel jij je verbonden? Of juist helemaal niet? Ben je misschien alles alleen aan het doen? Dan heb je wel zoiets van, ja goh, waar ben ik nou eigenlijk nog mee bezig in deze relatie? Wat gaat er voor jou komen? Maagd in relatie. Nog één keer. Je wilt heel duidelijk bepaalde stukken overwinnen in jouw relatie, maagd, vanuit jouw gevoelswereld. De balans erin behouden vind je belangrijk. Kaartje 2. Of munt 2, sorry. Je hebt nog altijd vrij sterk het geloof erin. En je bent er steeds met toch weer meer in aan het ontspannen. En samen wil je bouwen, samen wil je nieuwe dingen creëren, samen wil je een verandering maken. En succes. Dat staat voor jouw relatie voor dit moment, maar. De geliefdes, hartstikke mooi. Geen pijn meer, geen verdriet meer, lig achter je. Laat het los, ruim het op, maagd. De duivenskaart op zijn kop. Negatieve mensen niet meer toelaten, heb je ook niet meer nodig. En de keizer recht op. Dus huis, haard, gezin, keizerrijk, alles is beschaamd. Houd het vast in gedachten, in gevoel en ga daarvoor, maagd. Mooi om te zien. Duidelijke reading voor jouw maagd. Ga ermee aan het werk en ga zo door. Ruim het een en ander nog even in jezelf op en dan moet de rest ook in orde komen. Goed maagd. Stel dan een duidelijke vraag voor jezelf. Daarop neem ik dan een inzichtkaart en dat is dan jouw antwoord. Dus maagd, stel je vraag. Je krijgt 2 inzichtkaarten van mij. Je bent de enigste van alle sterrentekens. Dus dat is wel mooi. Jouw eerste antwoord is, ik ga respectvol met mijzelf om. Tweede kaart volgt daar ook echt op. Ik ontdek dat ik wat te zeggen heb en ik zeg het. En dat moet je doen. Blijf jezelf, ga respectvol met jezelf om en spreek je uit. Je gevoelens, je gedachten. Ruim het op, laat het los en dan komt het goed. Mooi om te zien. Goed maagd. Als je wilt, stuur even een duimpje of doe een duimpje omhoog. Laat even een reactie hieronder achter wat je ervan vond. En, bedankt voor het kijken en abonneer je even op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Tot ziens, hi hi. Thank you.